Lid geworden van GroenLinks. Ze zat 11 jaar voor de SP in de Kamer, maar heeft in het voorjaar haar lidmaatschap opgezegd. Ze was het namelijk niet eens met het SP-standpunt over vluchtelingen. Na de verkiezingen publiceerde ze een boek waarin ze kritiek uitte op de manier waarop men binnen de SP met elkaar omgaat. Gesthuizen bevestigt de overstap, maar ze geeft nog geen toelichting. Wouter, jij loopt al jaren mee in Politiek Den Haag. Het gebeurt niet vaak dat mensen van partij overstappen. Hoe denk je dat daar wordt gereageerd hierop? Het gebeurt inderdaad niet vaak. Het is vooral heel pijnlijk voor de SP natuurlijk. Ik denk niet dat het verkeerd is van de SP dat ze hun koers rond immigratie en integratie wat verleggen. Het is waar dat Sharon Gesthuizen vooral voor een wat softere aanpak stond. Maar veel kiezers van de SP hebben wel zorgen daarover. Dus Lilian Marijnissen probeert die koers te verleggen. Maar ja, Sharon Gesthuizen, een paar jaar geleden wilde ze nog voorzitter worden van de SP. En nu pakt ze haar biezen. Ik vind dat toch altijd wel een beetje vaandelvlucht. Want je zou ook kunnen suggereren dat iemand achter de schermen kan proberen om die koers weer bij te stellen. Nou, wellicht heeft ze dat geprobeerd. Denk je dat ze kiezers meeneemt naar GroenLinks? Nee. Ze is ook gewoon lid. Hè. Het is niet zo dat ze nu de assistent van Jesse Klaver gaat worden. Okay. Ze is gewoon lid omdat ze zich daar meer bij thuis voelt. Nou ja, veel plezier. Ze was niet meer politiek actief. Oké. Okay.